Shaquille, je krijgt de laatste weken steeds meer speelminuten. Leef je daar ook van? Ja, natuurlijk leef je ervan. Je probeert het gewoon het beste in te vullen en je best gewoon te doen. Nou, ik denk dat ik dat de laatste tijd wel heb gedaan. En daar moet ik gewoon mee doorgaan. Ben je ook tevreden over je invalbeurten tegen Vitesse en tegen Heerenveen? Tevreden, ja. Het ging wel goed. Ik deed wel gewoon mijn dingen. Het ging wel gewoon goed. Alleen ik hoop dat het... Dat er meer minuten mogen komen en dat het alleen maar beter wordt. En de wisselwerking met Tom, dat ging ook naar tevredenheid? Tom Beugelsdijk? Dat ik met Tom kwam te spelen? Ja, tuurlijk. Dat ging zeker goed. Maar ik heb vorig jaar ook al met Tom een paar wedstrijden centraal gespeeld. OJC speel ik ook weer met Tom. Dus het is gewoon een goede band tussen Tom en mij. Het gaat gewoon goed. Afgelopen seizoen was dat een minder jaar in die zin van... contracten perikelen, et cetera. Toen werd je op een gegeven moment teruggezet. Heeft dat nog meegespeeld in jouw motivatie richting het nieuwe seizoen? Hoe bedoelt hij dan? Wat bedoelt hij? Nou, ik kan me voorstellen als je op een gegeven moment op het tweede plan komt, dat de intrinsieke motivatie bij jezelf wat minder wordt. Nee, op de tweede plaats wil je gewoon een hele goede verdediger. En ik probeer me gewoon ook mijn best te doen om te laten zien dat ik ook wil spelen. En of ik nou op de tweede plaats kom, ja, zulke dingen weet je ook vooraf. Dus het enige wat je kan doen is keihard werken. En gewoon op de training laten zien wat je kunt. Nou, en ik denk dat ik daar nu gewoon heel goed mee bezig ben. En dat ik dat gewoon vol moet houden. Je maakt dan goede ontwikkelingen door bij Adelaar. Dan weet je dat je in principe kanonnen voor je hebt. Ben je dan zo'n speler die stiekem hoopt van nou, laten we maar een keer getransfereerd worden? Dan neemt jouw kans toe. Mijn kans neemt toe, maar ik denk dat het ook alleen maar beter is voor de speler misschien en voor de club ook. Maar zolang die er zit, het is ook gewoon een hele goede collega. Dus ik kan ook gewoon goed met hem opschieten. Dus ik zou niet echt dusdanig iets hopen dat het minder gaat of wat dan ook. Dat hoeft niet. De technische staf is ook lovend over je. Merk je dat ook richting jouw persoon dat ze inderdaad echt positief over jou zijn? Ja, maar ze pakken iedereen gewoon denk ik hetzelfde aan. Kijk, het gaat nu gewoon goed en die lijn moet ik gewoon doortrekken. Dus ze zijn lovend over me, maar ze zijn ook direct weer ook in die zin ook weer kritisch. En dat moet gewoon altijd blijven, want je kan niet lovend blijven en dat het gewoon maar van een leien dakje afgaat. Je bent niet de grootste qua lengte, maar onlangs tegen Jong Dordrecht scoorde je toch 2 keer. Ja, klopt. Ik kan wel goed timen, dat kan ik wel. Is dat ook een sterk punt voor je, vind je zelf? Ja, voetballend is denk ik mijn sterkste punt en voel me ook steeds veel beter in het verdedigen en et cetera. Alleen koppen, ja, ik had laatst een interview en toen zei Versluis van dat ik niet kon koppen. Maar dat komt gewoon omdat ik het toen niet zo vaak deed, maar ik kan het wel. Je hebt gelijk gelogen start. Ja, gelijk tegen hun scoorde ik ook 2 keer, maar ik denk dat het ook vaker is voorgekomen dat ik er wel dichtbij was. Dus ja, ik blijf er gewoon op oefenen en... Gewoon ballen koppen. Tot slot, waar hoop je voor op richting de rest van het seizoen als je over je eigen ambities praat? Ja, dat ik gewoon mijn best blijf doen. Dat ik veel minuten mag maken en dat ik alleen maar stappen vooruit ga. En ja, daar blijf ik op hopen. En misschien op de duur dat ik ook een basisspeler kan worden. Maar dat ligt eraan gewoon hoe ik me ontwikkel en ligt eraan wat de trainer voor keuzes maakt.